Ja, goedemiddag dames en heren en hartelijk welkom bij de RTV Oost Nieuwjaarsduik hier vanuit Wierden. Wij wensen u natuurlijk als eerste de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Het wordt vast een geweldig jaar. En deze mensen die beginnen het jaar spetterend met een serieus heel koude duik. Want het is heel koud. Maar we hebben natuurlijk ook een heuse beeldend kunstenaar in ons midden. Ja, Hans, werkelijk waar. Dit ziet er geweldig uit. Wat ga je maken? Een dolfijn die uit het ijs springt, zeg maar. Ja, mooi een beetje in het thema. Duiken, koud. Je bent beeldend kunstenaar. Je werkt ook met ijs. Doe je dat veel? Nee, het is vooral een paar keer zeg maar demonstraties en Nederlands kampioenschap. En verder eigenlijk in het hout allerlei sculpturen. Ja. En als je dan nu hier zo staat met al die enthousiaste mensen, wat denk je dan? Ben je blij dat ik hier sta? Ja, ik blijf op de kant. Hartstikke gek allemaal. Ja, wel mooi. Het wordt vast een geweldig jaar. We hebben deze nieuwjaarsduik is de zoveelste keer. Het is de 17e keer in totaal. Het 5e keer voor RTV Oost. Heb je ooit zelf meegedaan aan de nieuwjaarsduik? Nee, gelukkig niet. Het is niet jouw ding? Nee, echt niet. Nou, dit is jouw ding. Maak er wat moois van. We komen aan het einde van de uitzending nog even bij je terug. Ja, u kunt vast al zien, ongeveer de dolfijn krijgt al wat vorm. Aan het einde van de uitzending komen we nog even terug. Zo'n 3 kwartier is dat. Maar eerst gaan we ons een beetje opwarmen. Want jongens, wat is het koud vanochtend. En dat gaan we doen onder begeleiding van René Karst. Komt-ie. Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Ja, elke vrijdag is het raak, dan eet ik weer patat. En daarna ga ik een borrel halen bij ons in de stad. En als ik s'nachts naar huis toe ga, shawarma onderweg, dan is het maandags echt weer tijd voor doktersoverleg. En weet u wat mijn dokter zei? Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. Het maakt niet uit, je hoeft hem zelf toch niet te dragen. Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. En achteraf dan zul je mij niet horen klagen. Handjes in de lucht, doe maar. Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Op zaterdag begint mijn dag met chips en zware check. En als ik dan weer honger krijg, nog even langs de Mac. En daarna naar de voetbal toe, ik sta weer buitenspel. Ben het beste in de derde helft, ja dat begrijpt u wel. En weet u wat de trainer zei? Liever te dik in de kist, dan weer een feestje gemist. Het maakt niet uit, je hoeft hem zelf toch niet te dragen. Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. En achteraf dan zul je mij niet horen klagen. Doe maar! Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Ja, la, la. Ik wakker, zo rond een uur of twee. Ik heb spijt van al het eten en de dingen die ik deed. Ik kijk dan in de spiegel, het is echt geen gezicht. En ik denk dan bij mezelf, je bent te kort voor jouw gewicht. Jongens, we gaan het nog één keer doen en iedereen mag het horen. Liever te dik in de kist. En dan zingen! Het maakt niet uit, je hoeft hem zelf toch niet te dragen. Liever te dik in de kist, dan weer een feest.
feestje gemist. En achteraf, dan zul je mij niet horen klagen. Laatste keer. Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la. Wat zie je er geweldig uit. Ja, ik vind het wel. Voor de eerste keer vind ik het helemaal niet gek. Ja, de eerste keer dat je mee gaat doen? Ja, mijn broer die heeft vorig jaar mee gedaan en die zegt van, jij moet dat ook doen. Ik zeg, nou toe, dan doen we dat even. Het goede voornemen van 2017 is als een pinguïn het water in rennen. Ja, ja, als een vis zo vrij in het water natuurlijk. Hè. Warm is je ook een bekertje. We hebben net gemeten, het is 6 graden. 2 graden kouder als vorig jaar. Oei, 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 oei. Nou, de dames hier zien er ook prachtig uit. Even tussen de bloemetjes. Ja, even je muts omhoog. Heb je er zin in? Ja hoor, ja, jawel. Ja, dat is ook de eerste keer voor mij. Ja, ik dacht wel zo van, vanochtend werd ik wakker. Ik dacht van shit, wat was ik ook alweer aan het doen? Waarom deed ik dit? Maar ja, ik word zo wel meteen weer lekker wakker. Marcel uit Tubbergen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je er helemaal klaar voor? Helemaal. En wat dacht je, ik ga zoals ik over een paar jaar eruit zie? Dik op nonda. Duk nog wel. Hoeveelste keer doe je mee? Derde keer. Derde keer. Derde keer? En is het ieder jaar dat je zegt van, oh, ik moet? Of heb je er ieder jaar ook weer zin in? Ja, nee, we gaan gewoon elke keer met. Eerst met z'n drieën met de buurman. Maar de buurman haakt er af. Helaas, die vond het te koud. Jij gaat het water in zo te zien? Dat is goed, is wel, ja. Het is 6 graden, ja, met dat pak is het warmer. Heb je wel eens meegemaakt dat je echt mensen in de gaten moest houden? Nee, meestal gaat het goed. Jo, ze weten wat ze moeten doen, dus het komt goed. Ja, ze moeten vooral heel hard rennen. Maar jullie zijn er wel voor de veiligheid, hè? Ja, zeker. Marcel Oude-Wesselink als hoofd RTV Oost hebben we jou gebombardeerd tot jury van Knotsgek erin. Hey. Ja, hey. Hij heeft wat moois voor het nieuwe jaar. Wat heb je in de jaszak? Ik heb de gebruikelijke prijs in mijn jaszak. En de gebruikelijke prijs is €250. En die is bestemd voor degene die er het mooist, het gekst, het meest buitenissig of nou ja, waar heb je op gelet eigenlijk als jury? Ik oriënteer me altijd heel breed. Laat ik het daarop houden. Ik had natuurlijk ook een zware taak als jury. En nou ja, ik heb weer het nodige voorbij zien komen. Boerinnen, marsmannetjes denk ik. Nog meer boerinnen. Wat pinguïns-achtige spul. En helemaal uit Reutem. Ja, nou, het was natuurlijk weer een hele zware beslissing. Maar we zijn er weer uit. De winnaars, de prijs gaat dit jaar naar de familie Eerdmans uit Reutem. Hey, kijk eens aan. Gefeliciteerd. Jullie mogen het podium op om jullie prijs op te halen. Kijk. Kom het podium maar op. Goedenavond. Ja, ik wil natuurlijk van jullie weten wat jullie met dit prachtige prijzengeld gaan doen. Ja, naar de McDonald's. Naar de McDonald's! Om maar gewoon het jaar goed te beginnen. Ja, maar niks doen. Yes, mensen, we gaan even lopen. Kom maar. Denk eens omhoog. Kom maar. Even een beetje warm worden. Yes. Oké. Spring mee, van voor naar achter. Kom maar, hier. Voor naar achter. Heel goed! Heel mooi! Oké, ik ga weer even bij. En zij, kom maar! Heel goed! Voor de 5, 4, 3, 2, niet te doen, kom maar hier! Allemaal!
lukken, kom maar. En op. Doe nog 5. 4. En laatste 2. Heel goed, ga weer met de knieën omhoog, kom maar. We gaan zo richting het water. Let op, hè. Nog 1 keer dan. Kom op. Omhoog. Hoger. Kom op. Ja, ja. Armen mee. Let's dance. No time for romance. 20 seconden. Zijn jullie er klaar voor? Fucking kut! Maar jij ja, goed begonnen! Ja, best wel die kaart met ooit. Dames, hoe was het? Ja! Hartstikke leuk! Super leuk! Oh, je komt er helemaal verkleumd uit, gaat het goed? Oh, ik krijg geen lucht meer. Doe je voorzichtig! Doe het eerst! Oh. Hartstikke koud! Oh. Nou, ga snel wat warms aan doen! Eerste keer, ik vind het dapper hoor. Ik vind je zwembroek fantastisch. Hoe is het? Nou goed, mijn vrouw zijn er niet bij. Nee, dat geloof ik. Ja, en daar aan de overkant, dames en heren, wordt gestreden om het vaatje bier. Degene die als eerste komt, die krijgt dus uiteindelijk een vol vaatje bier mee. Maar die moet nog terugkomen. Dit zijn een paar fanatiekelingen. Kom eens hier. Kom hier. En kreeg je er geen genoeg van? Nee. Ik denk, die blijft erin. Nee, dat is wel... Je wordt er warm van, maar je ging er niet meer uit. Nou ja, dat tent heel snel. Heel goed. Doe snel wat warmte. Oh, die gaan zelfs voor de tweede keer. Ja, grote stappen het water uit. Hoe is het? Ja, koud, maar wel lekker. Ja, wel lekker. Ja, heerlijk. Deze mensen gingen volgens mij zelfs voor de tweede keer. Je denkt, ik ga gewoon 2 keer dood. Ja, elk jaar. Heel goed. Nou, ja, goed begonnen? Heel goed begonnen. Nou, veel succes. Ga lekker wat warmte aan doen. Nou, volgens mij is iedereen in ieder geval veilig het water weer uit. Oh, dan gaat het zelfs een paar gewoon nog een keertje. Wel ja. Gewoon doen. Mannen, wij... Wat kijk je blij? Ja, is toch mooi dit? Ja, is dat leuk? Ja, heerlijk. Ik heb het al steenkoud. Kun je nagaan jullie?
Het is koud. Nou en? Nou en, je hebt ook helemaal gelijk. Ik heb een jaar. Geweldig. Hey Bob Marley. Goedendag, hoe is het? Ja, lekker. Ja, lekker? Ja. Lekker chillen? Volgend jaar ook? Doe mee. Ja, ik sta hier volgend jaar langs de kant, denk ik. Ja, kom. Hou van een pleziertje. Ja, ik doe graag mee. Dan zie je klasgenoten van vroeger staan. Moet ik altijd even weten hoe het met ze is gegaan. En dan gaan we weer. Hey, wat was dat nog vroeger een super gave tijd. En met tranen in mijn ogen denk ik vaak nog met spijt aan die jongens en die meiden uit de hoogste klas. Ik wou nog zo graag eens weten hoe het met ze was. Hey, wat was dat nog vroeger een super gave tijd. En met tranen in mijn ogen denk ik vaak nog met spijt aan die jongens en die meiden uit de hoogste klas. Ja, je zegt een hartje, maar voel je je goed? Ja, ik voel me heel goed. Het was wel echt heel koud, maar ik heb nu weer gevoel in mijn voeten. Gelukkig. Jullie hebben wel lekkere warme pakken aan, hè? Ja, lekker warm. Beter zo. Wat heb je op je voorhoofd? Ogen. Een alien. Een alien? Ja. Nou ja, ik zou zeggen, neem hem mee. Doen jullie volgend jaar weer mee? Ja, denk ik wel. Hi. Ja, hij is zo goed als, hè? Beetje afwerking en dan is hij klaar. De grove vorm zit erin. En dat wou ik bereiken nu, dus best gelukt. Wat dacht je toen je al die mensen zag gaan? Ja, het is wel een heel mooi gezicht. Al die mutsjes zo, echt wel lachen. Zeker. Gaaf, hè? Nou, wij vonden het geweldig dat jij er met jouw kunst bij was vandaag. Je gaat nog even netjes afwerken. De dolfijn van Wierden. Zeker weten. Komt goed. Dankjewel. Heel veel succes. Dankjewel. Ja, en na dat hele koude springen is een bakkie snertjes lekker, hè? Heel lekker. Ja, zeker. Je begint alweer een beetje op kleur te komen. Ja. Ging het goed? Dat ging heel goed. Het was heel lekker. Het water was goed. Ja. Het was 6 graden. Gevoelstemperatuur volgens mij min 10 of zo. Maar dat maakt niet uit. Het is gewoon een goed begin van het jaar. Precies, daarvoor doen we het. Goed begin van het jaar. Heb je het al vaker gedaan? Ja, dit is onze 6e of 7e keer al of zo. Dus we doen het elk jaar. We komen uit Wierden, dus... Thuiswedstrijd. Lekker op fietsje hierheen. Maar jij trilt nog wel een beetje na. Ja, rustig proberen op te warmen. Maar dat begint ook een beetje te komen. Ik zie je helemaal een beetje zo heen en weer trillen, maar het is het wel waard? Het is het waard. Het nieuwe jaar altijd fris en fruitig beginnen, dus dat wil prima. Als snert dan niet genoeg is, dan werkt de Jägermeister denk ik wel mee. Lekker hè? Ja, heerlijk. Ja. Ja, jullie staan nog in de blote benen, de blote buiken, wat is dat toch? We voelen er niks van eigenlijk. Het is heerlijk weer. Ik vind, want het voelt buiten echt als een graad of 20. Het is gewoon top. Het is gewoon top. In één keer achterover. Zegt u? Moet je dat nippen of in één keer achterover? Nee, in één keer achterover. Dat is het makkelijkste. Wat moet je gaan doen? We gaan om dat zwarte paaltje. Zie je dat zwarte paaltje? Dan gaan we er omheen. En dan komen we weer terug. En dan nemen we nog een beetje snip. Weet je het zeker? Ja. Toch, ja. Ga je mee? Ik ga absoluut niet mee. Echt niet? Nee, echt niet. Dan nemen we die cameramannen mee en dan gaan we zo onder het paaltje. En dan komen we hier weer terug en nemen we een badje sneeuw en dan gaan we... Maar zal ik dan hier wachten op de... Dat lijkt me heel strak dan. Het samen douchen, dat wordt hem niet, maar ik zal wel op je wachten. Ja, ik zal... Veel succes. Hoi. Moet jij niet een t-shirt dan? Nee. Ja, dat is een heel kort antwoord. Ik heb al warme soep en een borrel op dus. Het gaat wel goed komen. Het gaat helemaal goed komen. Hoe was het om te doen? Het was heerlijk. Het was niet zo warm als vorig jaar. Toen was het heerlijk. Toen was het 12 graden geloof ik, warm in Scheveningen. En nu weer hier lekker en heerlijk. Volgend jaar weer? Volgend jaar weer, absoluut. Ja. Heel goed. Nou, helemaal goed. Veel succes. Neem nog een borrel. Ja, iedereen die is nu weer zo'n beetje aangekleed. Misschien die mannen van net die nog een keer een rondje gaan doen. Maar ik kan het ze niet aanraden. Maar het was werkelijk waar een prachtige RTVO's nieuwjaarsduik. Ik hoop dat u net zo genoten heeft als wij hebben gedaan. En ik zou zeggen, tot volgend jaar. Y'all trying to do 24 karat magic in the air.
Mm.